Deze nieuwsuitzending die gaat over een Amerikaanse man en die heet Minton William Cooper. En William op zijn Amerikaans heet het ook wel Bill. Ja, zo zou je op je Nederlands niet willen heten. Maar op zijn Amerikaans is dat geen probleem. Bill Cooper was een radioman die ooit genoemd is door Bill Clinton, William Clinton, William Jefferson Clinton, de meest gevaarlijke radio host. Ik had het even op moeten zoeken, wat is een radio host nou op zijn Nederlands? Een radiogastheer, maar dat is een slechte vertaling. De meest gevaarlijke radioman van Amerika. Bill Cooper heeft een boek geschreven en dat heet Behold a Pale Horse. Ik pak hem er even bij. Behold a Pale Horse. Nou, staat er gelijk op bovenin. Milton William Cooper. Dit is hem. Minton William Cooper. En hij heeft in 1991 een boek geschreven, Behold a Pale Horse. En dan pak ik eventjes de King James erbij. Want waar heeft die man het over? Pas op voor schimmels. Nee, een bleek paard. Ja, je zou kunnen zeggen een schimmel. Hè? Behold a Pale Horse. Kijken of we wat vinden. Revelation. Dat is het laatste boek van de Bijbel. Ik lees hem even voor. Het is toch wel heel. Revelation is een prachtig boek. Het is niet voor beginners. Daarom staat het ook als laatste boek in de Bijbel. Maar het boek Openbaring, daarvan hoofdstuk 6. En daarvan het achtste vers. Daarvan zegt de King James versie uit 1611. And I looked, and behold, a pale horse. And his name that sat on him was death. And hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth. To kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. En pak ik eventjes mijn Nederlandse vertaling erbij, dat kost je 5 seconden. Dan kunnen we even zien hoe dit in het Nederlands Bijbelgenootschap boek is opgeschreven. Achterin naar de Bijbel, laatste boek. En dan hebben we het over hoofdstuk 6. Het laatste boek, dat heet op zijn Nederlands Openbaring. En de volledige titel is terugbladeren. De Openbaring van Johannes. Johannes is ook degene van het vierde evangelie, als ik mij niet vergis. En de lieve man is door zijn tijdsgenoten verbannen, en dan niet door zijn medegelovigen, maar verbannen naar het eiland Patmos. En daar zat die man in zijn eentje. En kreeg hij een openbaring. Ik pak vers 8. En ik zag en zie een vaal paard. En die daarop zat, zijn naam was Dood. En het dodenrijk volgde achter hem.
En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood. Nou, de zwarte dood is de pest dan. En door de wilde dieren der aarde. Nou, Minton William Cooper heeft deze frase, en hij komt dus vaker voor. Oh nee, dit is een pale horse, dan heb je een white horse. Oké, een red horse, weer een white horse. Nou, de enige met pale horse, dat is dan degene die ik net voorlas. Handig hè, zo'n computer, dan kan je in één keer de Bijbel scannen. Moet je toch nagaan, in 1611 is dit op kosten van die Engelse koning Jacobus vertaald. En dat kan je dan tegenwoordig, 400 jaar later, kan je dat gewoon eventjes scannen. Ja, er zijn nog meer pagina's, maar A Pale Horse staat bovenaan. Het gaat over het einde der tijden. En Minton William Cooper heeft een boek geschreven met precies die frase erin. En daarin waarschuwde hij voor meerdere mondiale samensweringen. Dan staat hierachter some involving extraterrestrial aliens. Ik denk dat dit niet helemaal klopt. William Cooper, Bill Cooper, was niet echt populair. Hij heeft wel iets verteld over UFO's. En dat behelste dat hij aanwezig is geweest bij experimenten van de marine. En er kwamen er een soort van vliegende schotels aanzetten. En zijn mening is, dat waren door mensen gemaakte apparaten. Van Bill Cooper, hij is hij is overleden in 2001 op 6 november. Dat is dus 2 maanden na de aanslagen op de Twin Towers, World Trade Center Towers van New York. En dat heeft hij besproken in een speciale radio-uitzending op de dag zelf. Nou, wat hier verder in staat van de Wikipedia, zou ik met een korreltje zout nemen. Ik zou vooral naar hemzelf luisteren. Hij sprak al over de Bilderberggroep, de ridders van Columbus, de vrijmetselaars, Skull and Bones, Schedel en Botten, dat is een geheimgenootschap uit de Yale University. En hij zei dat het van die club het uiteindelijke doel was om een nieuwe wereldorde tot stand te brengen. Alex Jones, dat is zo'n schreeuwlelijk waar ik vroeger veel naar geluisterd heb. En Alex Jones heeft de titel van dat boek in zijn radioshows genoemd. Behold a Pale Horse. Alex Jones heeft Bill Cooper uitgenodigd om te komen praten bij hem op zijn show. En dat heeft hij 1 keer gedaan en toen dacht Bill Cooper, laat maar zitten. Ik zal hem even afspelen voor jullie, waarin Bill Cooper dat zelf eventjes vertelt. Alex Jones, you are a bold-faced, miserable, stinking little coward liar. Now let me say that again so there's no mistake about it. You can all tell Alex Jones that I said this, and I suspect he's listening because he does.
Alex Jones, you are a bold-faced, stinking, rotten little coward liar. I was only on the Alex Jones show one time. It was years ago, when I didn't know who he was, when I didn't realize what a liar and a coward and a sensationalist bullshit artist that he is. He was on one little FM station down in Texas. He wasn't on all the stuff that he's on now. And I agreed to be on his broadcast. That's when I was doing guest appearances on broadcasts, years ago. I was not cut off. I did not use any kind of foul language whatsoever. He treated me very well. And I stayed on for the whole show. Some of you in Texas know that that's true because you heard the broadcast and you taped it. Later, when I found out who Alex Jones was and what he was doing to the truth and how, what a cowardly liar and sensationalist he really is, every time he called me after that, I have always refused to appear on his broadcast. Absolutely refused to lend him any credibility whatsoever by appearing on his broadcast. And that made him very angry. I've also revealed him for the lying, sensationalist, bullshit artist that he is by every once in a while bringing to your attention the lies and the deceit and the rumors that he spreads over the airwaves that are not good for any of us, and they're not good for the nation. They are especially not good for militia and patriots. The most disgusting broadcast he ever did was on New Year's Eve, the year 2000, the New Year's Eve, 1999, bringing in the year 2000, in his, which he went completely out of his mind and claimed that Russia had launched intercontinental ballistic missiles with multiple warheads at the United States of America and actually panicked millions of people who were putting their children and their belongings in their cars and heading for the hills. Now, there's lots of things that can be said about me. Nobody needs to lie about me. Sometimes I am irritating. Sometimes I absolutely will not suffer fools and am just as rude as I can be. Nobody has to lie about me, Alex Jones. So I suggest that the next time somebody calls your broadcast and asks them about me, you tell the truth. There's lots of truth that you can tell about me. But don't ever lie on me, buddy, because I'll chop you off at your ankles. I will chew you up. I will spit you out for the lying, stinking, rotten little coward that you are. And that, ladies and gentlemen, is all I have to say about Mr. Sensationalist, lying, rumor-mongering, bullshit artist Alex Jones. Ja, je kan horen dat Bill Cooper hier boos is. Heeft hij daar een reden voor? Nou, ik vind van wel. Ik luister helemaal niet meer naar Alex Jones. Dat heb ik wel gedaan. Echt elke dag. En toen kwam ik erachter dat Alex Jones doet alsof hij elke dag een uitzending heeft, maar dan zit je weer te luisteren naar een bandopname van een dag geleden. En dan had Alex Jones weer een weekje vrij. Ik dacht iedere keer, ja, waarom heeft hij nou weer vrij? Wat ging hij dan doen? Alex Jones van Infowars.com zit inderdaad, zoals Bill Cooper zegt, de hele tijd conspiracy theories hier en daar vandaan te trekken. En dan hele bla 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 bla. En David Icke, die Brit, die het heeft over buitenaardse, multidimensionele reptielen of reptilians. En daar moet je dan bang voor worden. Bill Cooper, daar hoef je niet bang van te worden. Ik zal even gewoon een searchje doen, dat jullie kunnen kijken hoe je dan bij Bill Cooper koopt. Dan doe je YouTube.
Ja, ik heb dan gekeken naar Bill William Cooper. Maar, en dan doe je dus Bill Cooper. Ja, dan komt hij volop in beeld. Dit is hem met zijn kind. Hij is, als het goed is, als ik het goed heb, is de moeder van dit kind, dus zijn vrouw, een Aziatisch iemand. En vlak na de aanslagen van 11 september heeft hij zijn eindpunt gevonden. De vraag is even, laat ik me even kijken, Bill Cooper's en dan Death. Wat staat er daarover? Ja, die kan je eventjes, ja, kijk maar naar. Er zijn de meeste mensen geloven dat Bill Cooper na de aanslagen van 11 september helemaal uit zijn dak ging en zei van hier waarschuw ik al 10 jaar lang voor en nu is het gebeurd. Het hele idee van die nieuwe wereldorde, dat had Bill Cooper al lang in de gaten. Waarom ik vind dat Bill Cooper geluisterd moet worden, is dat hij de verbinding legt tussen de toen hedendaagse politiek, en die politiek is sinds die tijd niet veranderd. Dat al stond in de Bijbel. Ja, maar dat is even schokken. Ik ben helemaal geschrokken, zag. Oh, hier staat het ook hier. Meet Bill Cooper, murdered at his home in a cowardly police action. Dus maak kennis met Bill Cooper, vermoord in zijn huis in een laffe actie van de politie. En hier staat Bill Cooper voorspelt zijn eigen heen gaan. Bill Cooper werd vermoord op 5 november 2001. Ja, die andere was 6 november. Het is de manier om je angst voor dat verschrikkelijke idee wat ze op ons loslaten. Alsof wij Auschwitz-bewoners zijn. Het lijkt tegenwoordig wel dat je een soort kamp moet hebben met prikkeldraad eromheen. Dan ga je erachter zitten en dan kunnen die lui niet bij jou. En de rest van de aarde, dat is één groot Auschwitz. Hij zei het al. En als je nu van mij denkt van ja, Perry, kan je er dan wat meer over vertellen? Dan zou ik zeggen, ga naar Bill Cooper zelf luisteren. En alles over die aliens, dat zou ik als laatste doen. Want dat is niet zo belangrijk. Maar vooral, even kijken, Bill Cooper, en dan moet je dit hebben. Mystery Babylon. Dit zijn alle afleveringen. Ik zal eventjes de volledige playlist erbij halen. Dan zie je wat voor een ongelofelijke tijd en aandacht deze man heeft gestoken om zijn publiek te informeren over hoe het zit met de soepzooi. En omdat hij een christen is, zich daar niet zoveel zorgen over maakt, want het stond al in de Bijbel. Je kan de krant lezen van morgen. Nou, dat zou mooi zijn, hè, dat je de krant van morgen nu alvast in huis hebt. Want dan weet je hoe de paarden gelopen hebben.
kan je geld verdienen. Je kan ook de Bijbel lezen en dan weet je hoe het af gaat lopen. Ik zou het fijn vinden om meer om te gaan met mensen die weten van Bill Cooper. En daarom vertel ik dit tegen jullie. Misschien dat ik jullie dan tegenkom en dat we samen kunnen praten over wat Bill Cooper heeft geleerd van de Bijbel en hoe hij dat in verband wist te brengen met het dagelijks nieuws. Dat is het einde van de boodschap. Dus luister naar Bill Cooper, zie dat boek in handen te krijgen, Behold a Pale Horse. Kan je misschien wel downloaden in PDF en anders bestel je het maar via Amazon. Of hoe weet die andere? Het is vast wel ergens te koop. Kost je een paar tientjes, maar dan heb je ook wat. Nou, en op zijn hamburgers zag ik tjus. Dag lieverds.